wij zijn hier natuurlijk voor één ding, hè. Ik ben wel heel benieuwd, jullie vast ook. Hoe ziet onze nieuwe website eruit? Op de achtergrond zie je nog de oude, hè. Wie zal er wel op die F5-knop willen drukken? Kijk eens uit. 4, 3, 2, 1. En daar is die. De nieuwe website. Kijk, ik hoor al kinderen die elkaar herkennen. Mooi. Nou, de kinderen zijn ontzettend enthousiast over onze nieuwe website. En dat zijn wij natuurlijk ook. Via de akker.nu, de website van onze stichting, kan je natuurlijk ook alle websites van de onderliggende scholen bekijken. Deze websites zijn gecreëerd, mede mogelijk gemaakt door Camels Webdesign uit Oldebroek. Daar zijn we heel blij mee, met deze samenwerking. En ik denk ook dat onze websites echt een kenmerk van samenwerking zijn, van de scholen onderling. Op de websites is een stuk eenheid te zien, maar tegelijk een stuk eigenheid. We hebben de website nu gelanceerd, dus dat is hartstikke mooi, hè? Vooral voor de papa's en de mama's, voor de nieuwe papa's en de mama's. Want eigenlijk alle andere informatie die we al hadden, dat deden we via social schools. Hè? Misschien kijk je wel eens thuis mee op de telefoon van papa of mama, dan zie je mooie foto's. En dan kunnen ze ook een beetje zien hoe het met ons gaat. Hè? Nou, en dan zie je dat dus zo'n website van vroeger dat die ineens verandert, dat je het eigenlijk anders gaat doen. En zo hebben we eigenlijk ook dingen die we dus nu ook anders gaan doen. We gaan jullie leren met Basically, dat je gaan jullie leren met computers te werken en wat je dan moet doen. Hoe je teksten kunt knippen en plakken, hoe je fotootjes kunt bewerken, hoe je een Word-bestand naar de meester of je juf kunt delen, dat je er samen in kan werken. En zo leren we jullie allemaal voor de toekomst, hè. Vroeger hadden we altijd dezelfde en het was ook wel een beetje tijd voor een nieuwe. Altijd stond de oude schoolplein op de main foto was eigenlijk niet zo waar is. En dat we allemaal fijne informatie, meer informatie kunnen krijgen voor de ouders. Wat we allemaal op deze school kunnen meemaken en wat we hier allemaal leren. En nu zie je ook meer kinderen erop. En ja, het is ook fijner, je hebt meer informatie. De reden van de ontwikkeling van nieuwe websites is eigenlijk wel te zien als je de website bekijkt. Op elke website springen vooral de beelden eruit. En dat is ook wat we hebben willen ontwikkelen met onze nieuwe websites. Dat je echt aan de hand van beelden kunt zien hoe ziet er een dagelijkse lesdag eruit. Dat je op die manier vanuit huis, vanuit je eigen plek op de website kan zien. Hey, zo ziet het onderwijs van vandaag eruit. Zo ziet het onderwijs op deze school eruit.